In tegenstelling tot gisteren was de politie vanmorgen niet zwaar gewapend op straat. Ook was niet de mobiele eenheid, maar politieagenten in hun normale uniform er om de orde te handhaven. De leden van de mobiele eenheid waren in hun voertuigen op de verschillende hoeken. Volgens de actieleiders heeft het gedrag van onder andere de mobiele eenheid ervoor gezorgd dat er vandaag meer mensen op de been waren. Safira Yesrun, een van de trekkers van de protestactie, sprak de gemeente voor Theater Uniek toe. Zij riep de aanwezigen op gehoor te geven aan de opdrachten van de politie, omdat het een vreedzaam protest is. Yesrun geeft aan dat de leiders de aanwezigen niet meteen konden toespreken, omdat zij in vergadering waren. Met dat in acht genomen, een dringend verzoek op iedereen die hier is. Laten wij ons niet intimideren en ga geen confronterende situaties aan. Blijf rustig. Ga van de weg wanneer de mobiele eenheid truck weer langskomt. Dat gaat straks weer gebeuren. Ga aan de kant staan, jongens, alsjeblieft. Vooralsnog wil ik zeggen, houd u alsjeblieft kalm en rustig. En laten wij deze vergadering, zoals wij het hebben genoemd, vreedzaam laten verlopen. Ik doe een dringend beroep op jullie allemaal. De leider van de groep, wij zijn Moe Curtis Hofwijks, die gisteren door de mobiele eenheid is gearresteerd, vertelt op grond waarvan hij is aangehouden en wat hij op het politiebureau heeft ervaren. Nee, goed. Heel goed behandeld. In tegenstelling tot de arrestatie. Ja, de politie, ze hebben hun werk gedaan en we zijn uiteindelijk dan heen gezonden. Pas na 2 uur was dat duidelijk. Toen we op Keizerstraat aankwamen, hebben ze me gezegd, ik moet mijn telefoon afgeven, ik heb gevraagd waarvoor. Ja, je bent verdacht. Ik heb gevraagd waarvan word ik verdacht. Het was onduidelijk. Niemand wist het. De instructies waren nog niet doorgegeven. En op het bureau Haven, is zelfs nadat de advocaat erbij was, was het nog niet duidelijk. En daarna hebben ze wel aangegeven dat het om de openbare ordeverstoring gaat en artikel 49. Dus dat hebben we overtreden. Maar we maken ook gebruik van de grondwet. En daar is het recht op vreedzame demonstraties ook verankerd. Curtis Hofwijks, leider van de groep Wij zijn Moe. Hij sprak vanmorgen over zijn belevenis nadat hij door de mobiele eenheid is gearresteerd.